Ik was van kinderhuis tot kinderhuis gegaan. Net als gevolg van mijn ma en mijn pa's gedrankerij. Hij het nooit naar mij gekeken. Ik heb bij elkaar geraakt die met bendes. Ik heb dingen gedaan vallen, niet om drugs en alcohol te gebruiken. Die dag wat mijn leven veranderd was, was die middag bij mentally season. En toen ik hier vanaf van de school af wegstap die middag, toen besloot ik maar, ik kan niet meer zo leven. Nie. Het is niet nodig voor mij om zo te leven. Nie. Hoekom moet ik zo leven? En voor mij zelf, ik wil van mensen wijs dat ik als die persoon met hulle 2 jaar, 1 jaar terug gezien het. Die atmosfeer, het is in die beurtigheid, is een baie goede atmosfeer. Hulle communiceer goed met elkaar. Verstaan elkaar en ons kan elkaar praten over ons problemen.